dat is het lijk en dat is het startsignaal. We zijn eraan. Pas erop, pink dat de voeding zelfs koersen maar, dames en heren, en hier ook het rood. Prachtige weersomstandig inderdaad. En mocht u nou wat te drinken willen of mocht u wat eten willen, ja, er staat een barbecue klaar. Hij staat aan. Ik heb hem net even geroken. Kwaliteit hoor. En vandaag zijn jullie aanwezig tijdens de nationale veldrit van Almelo. Eigenlijk als voorbereiding op het Nederlands kampioenschap wat wij hier binnen de vereniging op 28 januari 2023 hebben. We zijn natuurlijk een wedstrijd jeugdvereniging hier in Almelo, waarin het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken allemaal centraal staat. En deze discipline is vooral het veldrijden natuurlijk, wat nu even centraal staat. We hebben natuurlijk binnen de vereniging hebben we natuurlijk vanuit het verleden al heel veel profs / semi-profs opgeleid. Dus je begint vanaf 7 jaar eigenlijk en je groeit door tot de elite belofte. Dan blijf je eigenlijk binnen de vereniging. En zo zie je dat bijvoorbeeld heel veel namen vanuit de Zwaluwen terug zijn gekomen. Nou, een paar voorbeelden die nog steeds heel recent natuurlijk in de wielerwereld bekend zijn, is natuurlijk een Kirsten Wild. Ze zat natuurlijk meer op de baan, maar komt van de oorsprong ook bij de Zwaluwenweg. Dan hebben we natuurlijk de familie Pluimers die bij ons wegkomt, de familie Lammertink, dus noem zo maar op. Dus we zijn een vereniging met een rijke historie. We zijn sinds 2020 hebben wij een samenwerking aangegaan met Team Jumbo-Visma, waarin eigenlijk weer jeugd centraal staat. De jeugd van 14 tot en met 18 staat daarin centraal, waarin we gezamenlijk gaan kijken van hoe kunnen we die nou opleiden naar het next level. Dus naar eigenlijk de nieuwe profs. En dat Jumbo-Visma heeft een paar verenigingen in Nederland uitgekozen om daar de samenwerking mee aan te gaan. En wij zijn in Oost-Nederland de enige vereniging die daarbij is aangesloten. Nou ja, ik ben sinds 2019 voorzitter van deze vereniging. Ik ben natuurlijk als jeugdlid begonnen hier. En eigenlijk het plezier wat ik zelf binnen de vereniging altijd heb gehad, wil ik heel graag doorgeven aan de nieuwe jeugd. Dus sinds 2019 ben ik voorzitter en daarin hebben we heel veel stappen gemaakt in een stukje verder professionalisering. Nou, de samenwerking met Team Jumbo-Visma is daar een mooi voorbeeld van. En ik haal er heel veel plezier uit en je ziet dat de renners die wij opleiden ook een stap maken richting de profs. Maar voor iedereen, 28 januari, het Nederlands kampioenschap veldrijden hier op het parcours in Almelo. Gratis toegang. Ik nodig jullie allemaal uit om langs te komen. Want dan ga je echt meemaken wat het veldrijden bij de jeugd en hoeveel plezier daarin zit. Wat het allemaal doet en wat het met jezelf doet. Dus wees welkom. Dames en heren, de winnaar bij de dames. Een tweede algemeen. Uitstekend gedaan. Lisa Brouwer.